Normaal staan ze dagelijks klaar voor een ander. De medewerkers van de Alles Oké supportlijn. Vooral jongeren die niet lekker in hun vel zitten, kunnen bij deze teletienst terecht. Maar vandaag was toch wel een andere dag dan normaal. Niemand minder dan koningin Maxima kwam langs bij het Nijmeegse bedrijf voor een werkbezoek. Ja, ik vond het heel leuk. Ja, ik vind het echt een heel sympathiek en warm persoon eigenlijk. Het was wel een beetje spannend natuurlijk, vooral toen al die fotografen binnenkwamen. Het was echt superleuk. Het is een hele warme, aardige vrouw, echt heel geïnteresseerd. Het was een heel mooi gesprek, vond ik. Ja, superleuk natuurlijk, omdat we met heel veel mensen hier zijn ook vandaag. En echt kunnen laten zien wat we doen. En gewoon een heel fijn gesprek hebben gehad ook met haar. De Alles Oké supportlijn biedt een luisterend oor aan jongeren. De onderwerpen variëren van studie tot eenzaamheid. Alles kan besproken worden. Ik sta jongeren te woord. Iedere dag tussen 2 en 10 zijn we open. Ongeveer 4 per week doe ik het dan. En jongeren die dan niet goed in een vel zitten, die kunnen ons bellen of chatten. En dan staan we in het woord. Ik chat en bel met jongvolwassenen. Doe nog ongeveer 2 jaartjes. En ik ga met ze in gesprek over heel veel dingen waarmee ze zitten. Van alles zijn. Wachtlijsten in de GGZ, emotionele problemen, eenzaamheid. Dus voor alle jongeren die over alles willen praten, want het gaat vandaag heel erg over eenzaamheid, mentale problematiek. Maar we voeren bijvoorbeeld ook gesprekken over jongeren die vastlopen in hun studie of die geen huisvesting kunnen vinden. Eigenlijk voor alles kunnen we gewoon een luisterend oor bieden. De medewerkers zijn in gesprek gegaan met koningin Maxima over hun werk en het belang van de supportlijn. Eigenlijk hebben we gewoon een heel leuk en goed gesprek gevoerd over wat er eigenlijk gaande is aan de lijnen, in de chats. En wat ook een beetje thema's zijn, denk ik, in de maatschappij, denk ik. Ja, het begon een beetje met een introductie en toen hebben we onszelf al een beetje voorgesteld. En toen hebben we gewoon een beetje gepraat over wat wij doen. En toen heeft zij wat vragen gesteld over wat het werk inhoudt en hoe het voor ons is. Ik had eigenlijk, ging een beetje zonder verwachtingen erin. Ik heb alles een beetje over me heen laten komen, moet ik zeggen. Ik had eigenlijk niet per se echt verwachtingen, bewust niet. Ik wilde gewoon kijken van hoe het zou gaan en een beetje spontaan erin gaan eigenlijk.